Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze Zoom-in over het betrekken van partijen bij het opstellen van de regiovisie. Deze Zoom-in is een onderdeel van een aantal Zoom-ins die we houden rondom de norm voor opdrachtgeverschap jeugd. In december zijn we gestart met een eerste over de norm voor opdrachtgeverschap breed. Wat dat precies inhoudt en deze en volgende Zoom-ins gaan meer in op de componenten in de regiovisie en in de norm. Dus na deze Zoom-in volgen er ook nog Zoom-ins over de regiovisie en bovenregionaal, over administratieve lasten en reële tarieven. Nou, we gaan nog via Hart voor de Jeugd een overzichtje van data en inhoud verstrekken. Ik moet even zeggen dat deze Zoom-in wordt opgenomen. En wat ik ook nog even kwijt wil, is dat wij voor de norm voor opdrachtgeverschap jeugd een besloten groep hebben gestart op het VNG-forum. Waar mensen die bezig zijn met de implementatie van de NVO met aan elkaar vragen kunnen stellen, elkaar makkelijk weten te vinden en met elkaar voorbeelden kunnen delen. Heb je je daar nog niet voor aangemeld? Ben je wel bezig met de implementatie van de NVO? Meld je dan even bij mij. En we zullen, als we de presentatie delen, ook even contactgegevens op de laatste sheet zetten. Nou, verder even de vraag, wil iedereen voor zover je dat nog niet hebt, je microfoon even uitzetten. En als je een vraag hebt, steek dan even je handje digitaal op. Of stel hem in de chat, dat kan ook. Aldo, dan geef ik hem door aan jou. Dankjewel. Nou, welkom inderdaad allemaal. Mijn naam is Aldo Jansen de Jonge. En ik ben vanuit het OZJ betrokken bij de implementatie van de NVO. En ik zal even de agenda toelichten of het programma van vandaag. Maar daarvoor even één sheet met waar gaan we het eigenlijk over hebben. Wat is het doel ook. In de resolutie is een afspraak, de eerste afspraak, daar gaan we het over hebben. Die afspraak die luidt dat de gemeente inderdaad de regiovisie moet opstellen en dat dan moet gaan laten accorderen door de gemeenteraden of vast laten stellen. Maar daar gaan we niet over hebben, maar wel over het tweede gedeelte van de eerste afspraak. Namelijk dat de regiovisie tot stand komt in overleg met aanbieders, professionals, jongeren en ouderen en ouders en de relevante ketenpartijen. Nou, dat is dus het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Van, ja, hoe doe je dat dan? Nou, welke ideeën zijn daarbij bij mensen? Waarom is nou, dit is de eerste afspraak, dus het geeft ook aan dat het niet de onbelangrijkste is. Het is niet noodzakelijkerwijs een volgorde trouwens in, maar het is echt wel een belangrijk onderdeel natuurlijk dat je niet als gemeente in je eentje of met elkaar gemeente onderling in één regio, dat je dan een regiovisie opstelt, maar dat je daar relevante partijen bij betrekt. Nou, die zijn hier een aantal zijn in ieder geval expliciet genoemd, maar er kunnen er meer zijn afhankelijk van het onderwerp. Waarom is dat zo belangrijk? Wordt dat belangrijk gevonden door de gemeente? Nou, dat heeft in ieder geval drie redenen. De eerste is dat je elke partij of elke partij in het jeugdveld heeft eigenlijk een gedeelte, zie je over het algemeen, van het hele landschap. En als je met meerdere perspectieven kijkt, of erover gaat hebben, dan kom je, als het goed is, tot een kwalitatief betere blik. Je ziet meer, je weet meer wat er speelt. Dus dat zou de regiovisie de kwaliteit ten goede moeten komen. Een tweede punt is als je mensen betrekt die ook het moeten gaan uitvoeren of moeten gaan doen, dan vergroot dat uiteraard het draagvlak. Dus als je met elkaar dingen bedenkt, dan geeft dat een grote draagvlak dan als je van tevoren zegt van oké, zo gaan we het doen en dat is jouw rol erin. En het derde, niet onbelangrijke, wat mis zou kunnen gaan bij met beleid, nieuw beleid en nieuwe visies, is dat je een grotere kans dat het ook echt uitvoerbaar is. Er zitten een aantal partijen natuurlijk die kunnen meepraten, die dan kunnen aangeven, ja, klinkt goed, mooi, mooi verhaal, mooi plan. Alleen om die en die reden is dat wel heel erg lastig te realiseren. Nou, dat zijn eigenlijk drie redenen waarom het zinvol is, los dat het is afgesproken bij gemeenten onderling, om die partijen erbij te betrekken. Waarom het ook een toegevoegde waarde heeft, dus waarom deze afspraak er is opgenomen. Nou, dan nog het laatste puntje daarbij is, als je kijkt van ja, hoe doe je dat dan? Die norm die is vrij ruim geformuleerd. Hè? Van, je moet ze betrekken bij het opstellen van de regiovisie, maar het schrijft niet precies voor ja, wanneer dan en hoe vaak.
Nou, dus dat wordt dan overgelaten aan de regio's zelf, welke invulling je daar geeft. En daar zit eigenlijk, moet je dan een soort balans zoeken, denk ik, tussen aan de ene kant dat je iedereen, elke partij overal bij betrekt. Dat is niet echt de bedoeling. En aan de andere kant dat je de genoemde partijen die hier staan in de eerste afspraak, dat je die, zeg maar, de conceptversie 0.9, dat je die toestuurt en zegt van, joh, zou je hier voor woensdag een reactie op kunnen geven? Nou, daartussenin, daar moet je dus gaan kijken van, ja, hoe ga ik dat oppakken in de regio? En de volgende sheet maar, Amber. Nou, we willen dan vandaag met die zoom-ins, Marjanneke gaf het al aan, het is een cyclus waarin we dus niet willen gaan vertellen van, ja, zo moet je het doen. Ook niet zo kun je het doen, ja, dat toch wel wat gedeeltelijk. Maar we hebben niet de antwoorden, zeg maar. Dus het idee is dat we dan met elkaar gaan kijken van, nou, dit is een goed idee of hier elementen zitten in waar ik wel wat mee kan. Dus dat we op die manier gezamenlijk de komende periode zorgen dat het een goede invulling krijgt. Nou, en deze zoom-in is een onderdeel daarvan in die ondersteuning. Het doel vandaag is dat jullie, als vanuit gemeenteperspectief, maar ook van andere perspectieven, inspiratie opdoen van hoe kun je nou die verschillende partijen betrekken bij het opstellen van je visie. En dat doen we door een voorbeeld te geven, enkele aandachtspunten te benoemen en in breakout rooms het ideeën uitwisselen. Het programma ziet ernaar duurt tot 5 uur. Dat was van tevoren ook, of in ieder geval als het goed is weten jullie dat. De introductie hebben we dan bij deze gehad. Dan gaan we straks naar het voorbeeld uit de regio. Dat is in dit geval is dat de JEP-aanbesteding in de regio Utrecht. Daar zal José Jeltes en anderen die zullen jullie daarin meenemen. Daarna zullen we vanuit elk perspectief de regioambassadeurs van het OZJ zullen daarin aangeven wat zij zien, welke aandachtspunten er zijn als je dat perspectief wil betrekken bij je regiovisie. Dan hebben we een korte pauze. En gaan we uiteen in de breakout rooms. Daarin kun je dus per perspectief, dus straks gaat Amber daar wat meer over uitleggen als we daar eenmaal zijn bij het programma. Dan kun je per perspectief kun je dieper op de zaken ingaan, of wat vragen stellen en zelf ook misschien goede ideeën uitwisselen met anderen. Nou, na die breakout rooms komen we bij elkaar om kort nog even terugkoppeling te geven. Is er iets interessants uit naar voren gekomen uit een aparte ruimte? Waar iedereen wat aan zou kunnen hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. En dan, als het goed is, zijn we dan om 5 uur en dan stoppen we ermee. Nou, ik wil José, want daar staat hier al José in jouw eerste sheet, dus ik wil José vragen of zij van start wil gaan met het goede voorbeeld, of in ieder geval het voorbeeld uit Utrecht. Dank Aldo. En ik ben blij dat we bij deze Zoom-in mogen aanschuiven. Volgens mij is dit ook de leukste en het mooiste onderwerp. Dus dank voor deze uitnodiging. En hoe wij het denken te gaan doen is jullie meenemen, nou eigenlijk maar heel kort in ons dialoogproces van de aanbesteding. Dat jullie iets van context hebben, maar jullie vooral onze inzichten vanuit dat proces meegeven. Wij zijn in dit geval een divers gezelschap, zoals we ook de dialoog hebben gevoerd. En ik denk dat het aardig is dat we onszelf allemaal even introduceren. En dat ik jullie dan door het eerste stukje meeneem. Daarna gaat de presentatie ook uit beeld, dat we toch iets meer contact kunnen hebben. En nou ja, gaan wij gezamenlijk vanuit verschillende perspectieven onze inzichten met jullie bespreken waarom dat ook een inzicht is. En het is natuurlijk een sessie over participatie vanuit ook betrokkenheid van jongeren en ouders en vanuit de aanbieder en gemeente. Het hele vervelende is dat ik een hele domme planningsfout heb gemaakt, waardoor net de twee jongeren, Anne en Jantine, die ook aangekondigd stond, helemaal niet konden. Dus dat is volledig ligt die bij mij. Wat wel nog steeds het perspectief kunnen we benutten, niet zozeer in praten over. Maar mijn collega Tester de Jonge, die heel erg met de jongeren heeft opgetrokken, die heeft in afstemming met hem wel een aantal inzichten vanuit het proces om te delen. Ik weet niet, Tessa, of jij jezelf even heel kort kunt introduceren, dat mensen gelijk zo meteen als ze zien weten dat jij het bent. Ja, dat is goed. Ik ben dus Tessa de Jonge, collega van José bij de gemeente Utrecht. Daar in principe beleidsadviseur jeugd. En vanuit die rol ook betrokken geweest bij deze aanbesteding, maar ook bij de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp in Utrecht Stad.
Eigenlijk als samenwerkingspartner van de groep jongeren die tijdens beide aanbestedingen hebben meegedacht. Dus dat betekent dat ik toen eigenlijk gewoon fulltime met hen heb samengewerkt hierop. Dank. En gelukkig hadden we ook niet alleen jongeren betrokken, maar ook ervaringsdeskundige ouders. En daarvoor zal Nelly jullie meenemen. Stel je voor, Nelly? Ja, ik ben Nelly Sievers. Ik ben ervaringsdeskundige ouder. En ik heb hierin meegedacht als regioambassadeur van het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. En daarin ben ik regioambassadeur voor Utrecht Flevoland en echt voor het perspectief van de ouders en de jongeren. En ik heb vooral meegedacht vanuit het perspectief van ouders. En daarin ook een stukje participatie vormgegeven van ouders binnen deze dialooggerichte aanbesteding. En ik ben ook erg enthousiast over alle perspectieven aan tafel. Omdat ik merk dat je daardoor hele mooie inhoudelijke gesprekken met elkaar hebt. Dus daar wil ik graag wat over delen. Nou, mooi. En dan natuurlijk ook een heel belangrijk perspectief, het perspectief van de aanbieders. Dus Saskia, jij bent vanuit JEP aanwezig. Saskia, ben jij er ook? Dat kan ik niet zien met alle. Ik heb maar 5 mensen in beeld. Nou. José, ik zie geen Saskia inderdaad bij de aanwezigen. Fijn als iemand even haar wil proberen te contacten. Of Amber, dat jij of de link wel naar haar is gegaan. Want ik heb er net nog contact met haar over gehad. Dus ze is hier helemaal op voorbereid. Maar ik dan ga ik ondertussen. Ja, fijn. Dan ga ik ondertussen. Kijk. Maar ze moet denk ik nog even landen. Dus misschien. Ja. Gaan we zo meteen inderdaad een stuk van Saskia doen. En dan neem ik jullie even kort mee in de context van de aanbesteding. Aldo, als jij de volgende sheet wil doen. Want werd genoemd van de regio Utrecht. Nou, in dit geval gaat het om een samenwerking van 4 Utrechtse jeugdregio's, in totaal 16 gemeenten, die al langer samenwerkten als het gaat om de wat wij noemen de essentiële functies, dus de hele hoogspecialistische complexe jeugdhulp, zoals de gesloten jeugdhulp. En waarin wij een ambitie hadden van wij willen daarin graag, zoals iedereen, stappen zetten om die zorg meer te voorkomen en die verder te verbeteren. Nou, we hebben dat samengevat in een plaatje dat jullie daar zien. En ook wel aan het zoeken geweest van ja, en hoe gaan we dat ook anders doen? Wij kunnen dat als gemeente gewoon niet gaan bedenken hoe je dat ook moet realiseren. Dus vandaar ons idee, wij organiseren daarvoor een dialooggerichte aanbesteding. En om ervoor juist ook met de aanbieders die zich hiervoor aanmelden in gesprek te gaan. Maar ook heel nadrukkelijk daar andere perspectieven bij te betrekken. Want als je ambitie is om dit beter te doen, dan kun je dat niet doen samen zonder mensen vanuit die het ervaren hebben hoe het hier is in deze zorg. En wat zij aangeven dat beter is, dus het perspectief van jongeren en van ouders. Maar ook de gecertificeerde instelling die er een belangrijke rol in heeft. En lokale teams die natuurlijk voordat deze jongeren hier terechtkomen al met hen in contact zijn. Dus vandaar onze dialooggerichte aanbesteding. Waarin JEP zich gemeld heeft. Daarin hebben we een soort preselectie gehad. En JEP is een samenwerkingsverband van aanbieders die wat bekender klinken. UK, Plurijn en Cirelo. Daar hadden wij al overeenkomsten mee en zij hebben zich als samenwerkingsverband georganiseerd, waardoor we met hen eigenlijk in totaal iets van 9 maanden uiteindelijk in gesprek zijn geweest, in veel verschillende gesprekken en een gedeelte van die gesprekken hebben gedaan apart met jongeren, JEP en gemeente, apart ouders, JEP en gemeente en apart GI, JEP en gemeente. En we ook een aantal sessies helemaal gezamenlijk gedaan. Dus dat even als context. We zijn ook in dat zoeken geweest in de vorm. We zijn gestart in een wat grotere setting en toen gemerkt van nou, soms helpt het ook om juist weer wat kleiner te gaan om tot het goede gesprek te komen over echte verbetering. Dat op basis van die intensieve gesprekken hebben we eigenlijk samen een overeenkomst gemaakt. En gezegd, en zo gaan wij een partnerschap aan voor de komende 9 jaar in principe.
waarin we het anders samen gaan doen. Ook andere uitgangspunten. En midden in de coronatijd, de eerste golf, is het ook van start gegaan. Nou, dit even dat jullie een beeld hebben. Want zo'n aanbestedingsproces is natuurlijk vanuit waarvoor we hier vandaag bij elkaar zijn helemaal niet zo relevant. Maar als jij, Aldo, de volgende sheet wil laten zien, dan zaten er wel inzichten in als wij terugkijken van wat hebben we eruit gehaald, waarvan wij denken van hey, dat is wel een hele relevante ook als jullie in de regio's met dit soort processen vanuit een samenwerking tot een regiovisie willen komen, nou, je voordeel mee zou kunnen doen met dingen waar die wij ervaren hebben. En we hebben er 6 hebben geformuleerd en we gaan zo meteen stap voor stap doorheen per inzicht. En dat gaan we gewoon dan een beetje proberen spontaan te doen, zo vanuit die verschillende perspectieven. Maar je ziet ze hier al staan, dus hoef ze niet helemaal te herhalen. De sheet gaat zo uit beeld, maar ik ga ze zo steeds weer even terughalen. Proberen ze ook alle 6 te behandelen. Tijd is natuurlijk ook wat kort. Dus we zullen bij degene waarvan wij denken van ja, en hier zit wel echt de crux, wat langer stilstaan. En dus we gaan zo meteen echt een groot gedeelte van de tijd benutten om heel erg te hebben over die gelijkwaardigheid in dat gesprek. Wat hebben we daarin geleerd en hoe belangrijk wij dat vinden, denken ook dat dat is om echt tot iets te komen wat Aldo net zei, van ja, je wil niet dat het iets op papier is, maar in de praktijk. En waarom dat dus ook belangrijk is. Volgens mij, Aldo, kan die nu wel uit beeld. En dan moet ik even mijn eigen scherm wat reorganiseren. En dat is denk ik voordat we dat naar het eerste inzicht gaan over de gelijkwaardigheid. Aardig, Saskia, als jij nog eventjes voorstelt voor iedereen. Ja, dag allemaal. Mijn naam is Saskia Perenboom. En ik werk als kwartiermaker voor het samenwerkingsverband JEP. En dat doe ik eigenlijk vanuit een, je zou het een detachering kunnen noemen, vanuit mijn rol als manager zorg bij Cirelo. En ik ben sinds het aanbestedingsproces eigenlijk betrokken bij het hele ontstaan van JEP uit de kant van de zorgaanbieders. Dank. Een gelijkwaardige positie in het gesprek voor de verschillende perspectieven. Ik weet niet, Tessa, of jij misschien als eerste daar iets over wil vertellen vanuit jouw rol die je net al geïntroduceerd hebt. Hoe je dat, wat jullie daarin zijn tegengekomen vanuit jullie begeleidingsrol en wat jongeren jou ook daarin hebben teruggegeven. Ik denk ook dat ik heb vanmiddag nog even contact gehad met Anne Jantine. En nu vind ik het ook wel belangrijk om van tevoren te zeggen dat ik wel blij ben dat ik maandenlang heel intensief met hen heb samengewerkt. Dus ik heb op zich ook wel vertrouwen in dat ik hun perspectief enigszins weer kan geven vandaag. En ik denk dat dit vanuit ons het belangrijkste is, omdat het wat mij betreft één de grootste factor, of de belangrijkste factor is, als je wil dat deze samenwerking slaagt. En daarnaast hebben we hier het meest tijd aan besteed om dit goed op tafel te krijgen. Dus een aantal dingen die ik hierin heb geleerd is dat het helpt als je hier heel veel in investeert. Dus gelijk vanaf het begin en eigenlijk gedurende het hele proces veel het gesprek aangaat over wat maakt dat je vanuit een gelijkwaardige positie aan tafel zit. En vanuit je rol als gemeente kan het best zo zijn dat hele andere dingen blijken te zijn dan je van tevoren had verwacht. Om een concreet voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld zo dat ik vaak van de groep jongeren met wie wij samenwerkten terughoorde. Als wij aan tafel zitten dan, en ik deel iets, bijvoorbeeld een vrij praktisch voorbeeld wat uit mijn eigen ervaring komt of uit ervaring van iemand die ik ken, dan is de eerste reactie vaak, wat knap dat je dat deelt en wat mooi, zonder echt in te gaan op wat iemand heeft gezegd. Anne die er dan nu niet bij is, die zegt altijd, gelijkwaardigheid is geen applaus, wat ze wel vaak krijgen. Maar juist een gesprekspartner die kritisch durft te zijn op wat je zegt en ook durft te vragen van nee, ik snap eigenlijk niet zo goed wat je nu zegt. Of ik snap niet zo goed hoe dat in het gesprek wat we nu aan het voeren zijn past. Omdat dat uiteindelijk zegt dat je met iemand in gesprek bent zoals je ook met een collega in gesprek bent en iemand ook serieus neemt. Dat is denk ik een belangrijke les die we echt wel
mee willen geven die mij ook wel veel heeft geleerd. En daarnaast zit het in heel veel kleine dingen. Dus dat iets te complex is voor jongeren is eigenlijk geen argument. Dus geen aangepaste voorbereiding voor een gesprek, maar gewoon dezelfde voorbereiding als alle andere mensen die aan tafel zitten. En daar is mijn ezelsbruggetje voor mezelf altijd. Als ik hen behandel zoals ik ook met José samenwerk, dan kom je al een heel eind in die gelijkwaardigheid. Dus volgens mij alweer bijna te lang. Ik kan nog wel 80 voorbeelden geven, maar gelet op de tijd. Dank je. Deli, ik wil, weet niet of jij nog iets wil aanvullen vanuit het perspectief van hoe van de ervaringsdeskundige ouders. Ja, nou, ik vond het heel mooi. Ik zag ook heel erg bij de jongeren, maar ook bij de ouders, hè, dat hun verhaal zeg maar een andere wending gaf aan het hele gesprek. Het ging vaak toch wel over regels en geld en we moeten transformeren. En ik merkte door het perspectief van de ouders en de jongeren toe te voegen, dat het veel meer over de inhoud ging. Van hé, maar hoe gaan we die transformatie dan vormgeven? Hoe gaan we aansluiten inderdaad bij het leven van jongeren en van ouders? En ik vond daarin ook mooi dat ik een soort brainstorm heb gehad vooraf ook met ouders. Hè, waarin zij dat gesprek ook geladen hebben met een aantal belangrijke punten vanuit hun. En die op die manier inderdaad kon inbrengen. En waarvan ook het een en ander gerealiseerd is nu in de uitvoering. Dus ik vond dat echt heel mooi om te zien hè, dat soms dat gesprek stroef liep. Maar dat dan toch door de input vanuit het perspectief van jongeren en ouders. Dat het meer inhoud kreeg. En we eigenlijk toch wel weer stappen verder kwamen. En ook vernieuwende manieren creëerden met elkaar om erover na te denken. Dus dat vond ik heel mooi. En ik vond het ook mooi en gelijkwaardig. Dat betekent voor mij ook echt wel het luisteren naar elkaar. Het is wel eens mooi om inderdaad ook te kijken van hey, hoe knelt dat bij een aanbieder of bij een professional of bij de gemeente. Dus dat geeft ook inzichten zeg maar, in de perspectieven van anderen en waar ze tegenaan lopen. En dat gaf denk ik ook heel veel ruimte zeg maar, om ook dat soort vraagstukken met elkaar weer te bespreken. Want soms ligt een oplossing wel juist bij een ander perspectief of een idee vanuit een ander perspectief. En dat vond ik echt de gelijkwaardige samenwerking ook erg versterken. Nou, wou ik het even voor dit moment bij laten, want ik kan er ook nog heel veel over zeggen. Maar als we 6 vragen hebben, dan moeten we ook daar doorheen. Ja. Ja. En misschien, Saskia, toen jij nog niet bij was, toen vertelde ik al even van ja, zo'n aanbesteding hebben wij bewust als gemeente ook anders georganiseerd. En niet van, dit is, hier kunt u zich op aanmelden voor deze opdracht. Maar echt vanuit samen het gesprek voeren. Hoe vanuit het perspectief van de aanbieders heb jij gemerkt van wat belangrijk is er vanuit voor jullie om ook dat gesprek dan gelijkwaardig te kunnen voeren? Ik denk dat vanuit het perspectief van aanbieders, in dit proces hebben we natuurlijk ingeschreven als samenwerkingsverband. En om namens een samenwerkingsverband te kunnen spreken, heb je vanzelfsprekend een goede voorbereiding nodig. En goede afstemming over hoe gaan we dit gesprek in en wat zijn onze doelstellingen ermee, wat willen we eruit halen. En ook een stukje reflectie. En doordat je dat proces hebt, leer je elkaar ook gewoon een heel stuk beter kennen. Dus de manier van samenwerken en het feit dat je daar ook samen stem aan wil geven als zorgaanbieders, maakt gewoon dat je een steviger fundament krijgt, ook voor je onderlinge samenwerking, evenals voor de samenwerking met de gemeente en met jongeren en ouders. En wat wij heel erg waardeerden, ook echt aan de inbreng van ervaringsdeskundige jongeren en ouders, is dat zij soms dingen konden zeggen waarvan we als zorgaanbieders en dat ook wel zeggen, maar dan komt het toch op een andere manier aan. En ik vind daar een mooi voorbeeld van. Dat je in de transformatie wordt soms wel hard gesmeten met termen als zero opname in de residentie. Ja. Of alles in de wijk. Ja, en dan denken wij ook als zorgaanbieder van ja, dat is volgens mij helemaal niet goed voor al die kinderen. Maar dat kunnen we dan bijna niet zeggen, want dan krijgt het soms bijna de lading dat we niet bereid zijn of niet willend zijn om wel op die manier te denken of te kijken. Als jongeren dan aangeven van ja, je kan niet zo alles over één kam scheren. Hè? Soms is dat gewoon heel fijn dat er keuze is. Of soms is het heel passend dat je een tijdje even niet helemaal uit je plaat gaat in je eigen omgeving. Maar dat het op een andere plek kan. Hey, dan komt dat perspectief wel aan tafel. Zonder dat je dat dan met de lading van de zorgaanbieder hoeft te brengen. Dus dat vonden wij ook heel erg fijn. En dat gaf ook af en toe wat andere dynamiek in het gesprek.
Ja, we kunnen volgens mij naar het tweede inzicht wat we jullie vanuit onze ervaring willen meegeven. Van het belang van het organiseren van de voorbereiding en reflectie. Ik weet niet wie van jullie als eerste daarop wil reageren om het ook wat te illustreren. Vanuit onze praktijk ook mee te geven. Ik wil hem wel aftrappen. En eigenlijk kreeg ik al een mooi opstapje. Want zoals het samenwerkingsverband inderdaad samen aan tafel zit om te kijken van hé, wat willen we hierin. Zo vind ik het ook belangrijk om een gedragen verhaal vanuit ouders mee te nemen. En verschillende doelgroepen te horen over hoe zij het ervaren. En daarvoor hebben we inderdaad een bijeenkomst georganiseerd. En die hadden we in twee delen opgedeeld. Het eerste deel hebben ouders eigenlijk een open brainstorm met elkaar gehad. Waar zij de knelpunten ervaren en wat zij nodig hebben. En eigenlijk was het heel mooi om te zien dat ze in een half uur eigenlijk al een heel goed plan op papier hadden, op een flap getekend van hoe het eruit zou moeten zien. En dat vond ik echt heel mooi dat ze dat eigenlijk heel snel realiseerden. En in het tweede deel van de bijeenkomst hebben we dit besproken met JEP en de gemeente. En zo hebben we inderdaad met elkaar zeg maar, dat verhaal gelijk een stukje verder gebracht. En eigenlijk is dat constant ook het verhaal geweest wat ik meegenomen heb weer in mijn rugzak. Om te kijken van, hey, wat gebeurt er in de discussies? En heb ik dat verhaal nog steeds scherp ook in wat er straks gerealiseerd gaat worden? Nou, dan zie je altijd dat er sommige dingen wel kunnen, sommige dingen niet. Maar ik denk door het ambulante team dat we daarin wel mooie stappen hebben gemaakt. Waardoor zorg veel beter kan aansluiten soms als het al nodig is. En dat we niet altijd met kinderen gaan lopen schuiven. En dat is echt wel voor ouders echt ook een belangrijk punt. Hè, want er wordt veel geschoven met kinderen tussen verschillende instellingen of ambulante hulp. En zo hebben we dat inderdaad kunnen realiseren. Dus dat vond ik echt heel mooi. En daarvoor heb je die voorbereiding echt wel nodig. En dat kost ook tijd om het voor te bereiden. Je hebt een netwerkje nodig. Dus dat is ook iets wat opgebouwd moet worden in een regio. Omdat ik ook wel merk dat ouders niet zo georganiseerd zijn. En dat is denk ik ook voor zo'n NVO is dat echt wel belangrijk dat dat gerealiseerd gaat worden. Dus dat kost ook wel wat energie. En je hebt mensen nodig ook die dat kunnen realiseren, zeg maar, daar verstand van hebben. Ja. Ik denk om aan te vullen, want ik herken wat jij zegt, Nelly, over hoe belangrijk die voorbereiding is. En ik ben heel blij dat we in dit proces al de ervaring vanuit Utrecht Stad hadden. Het belangrijkste wat mij betreft daarin is dat wij vanaf de eerste bijeenkomst, dus nog voordat de dialoogsessies waren begonnen, tot eigenlijk daarna continu de vraag hebben gesteld, hoe wil je betrokken worden? Dus dat betekent veel tijdinvestering vanuit ons, op het moment dat dat betekent, ik wil heel intensief betrokken worden. Maar dat betekent ook dat je open moet staan om maatwerk te leveren op het moment dat er jongeren zijn die zeggen van, nou, ik wil op deze en deze gesprekken meedoen, want dat sluit goed aan bij mijn interesses en mijn ervaring. En dat er jongeren zijn die zeggen, ik wil echt op ieder niveau betrokken worden. En om heel concreet iets weer te geven van hoe wij die voorbereiding deden, is dat we eigenlijk voor iedere dialoogsessie eerst een uurtje zaten met alle jongeren, doornamen wat er voor die dag op de agenda stond. Een rondje maakte van, hey, wat is je opgevallen? Welke reflecties zou je in willen brengen? En zo ook ervoor zorgde dat je enerzijds voorkomt dat iedereen aan tafel moet zitten om alle punten te maken, maar dat je ook al een soort interactie hebt over, hey, ik herken jouw punt niet zo goed. Zou je dat dus nog wat verder toe kunnen lichten? En op die manier, punten die zij wilden maken, werden ook vaak daardoor wat minder wat minder vanuit één persoon, maar ik denk ook wel wat meer de diepte in. Dus ik denk dat zo'n zorgvuldige voorbereiding en ook bereid zijn om daarop aan te passen als het proces verandert, echt heel belangrijk zijn daarin. Ja, dat is een mooi punt inderdaad, want zo zie je inderdaad dat iedereen verschillende rollen wil of kan innemen. En ik merk ook wel dat een stukje continuïteit erg belangrijk is. Je zit met elkaar in een proces. En op het moment dat jij bij al die bijeenkomsten aanschuift, dan volg je dat proces ook goed. Op het moment dat jij af en toe maar een keer aanschuift, dan niet. En ik denk dat dat soort rollen juist wel heel belangrijk zijn. Om ook te zorgen dat alle punten die opgehaald worden bij ouders en de achterban, dat dat goed inderdaad beklijft in het geheel. En dat vind ik echt wel heel belangrijk om daar voldoende ruimte voor te creëren. Wat ik ook heel mooi vond, was toch wel de kleine verdiepende sessies. Waarin we echt eens even ingingen op het soms zeer diepe en zeer ernstige verhalen van ouders zoals ze dat meemaken.
En ik vond dat ook wel een hele mooie manier, zeg maar, om de ouders echt ook hun eigen plek te geven en echt dus ook in te zoomen op specifiekere thema's. En de ouders is dat eigenlijk nog steeds bijgebleven, dat ik ze nog spreek. En dat ze zeggen van, joh, dat was zo mooi. En dat geeft ook wel een bagage om op verder te gaan. Ik zal vast even, voordat ik jullie straks abrupt moet afronden, maar het is nog 10 minuten, dus dan weten jullie even voor de komende punten. Ah, oké. Dan denk ik dat we doorgaan naar het volgende. Waarbij ik alleen nog, dat misschien ook wel vanuit gemeenteperspectief wel goed om over na te denken. We hebben dit natuurlijk gedaan vanuit 16 gemeenten. En dat was soms best ingewikkeld, maar we hebben ook besloten van ja, niet iedereen kan altijd aan tafel zitten. Zeker als je het hebt over gelijkwaardigheid, dan wil je ook niet uit balans zijn door al die ambtenaren aan tafel. Dus ook misschien ook goed om na te denken van hoe doe je dat van gemeentekant, ook je vertegenwoordiging. We gaan door naar het derde inzicht. En dat kwam al een beetje net aan de orde in het verhaal van Tessa en Nelly. Maar ik denk dat het goed is om daar nog iets meer over te vertellen van het belang van de diversiteit in ervaringen betrekken. En daarin ook weer vormen zoeken, waardoor je ook een soort Poolse landdag ook voorkomt. Ja, daar kan ik nog wel iets verder op ingaan. Ik denk dat wat wij heel goed hebben gedaan, achteraf gezien, is dat we een hele brede groep van jongeren hadden met allemaal, ook een totaal andere manier van in het leven staan, maar ook totaal andere ervaringen. En wat ik daarin heel mooi heb gezien, is dat zij met elkaar echt per agendapunt keken van, hey, wat vinden we hier als groep belangrijk om in te brengen? En zit er misschien iemand in de groep die hiervan zegt van, hey, dit vind ik echt een heel belangrijk punt, hier heb ik ervaring mee. Volgens mij kunnen we hier echt het verschil maken. En hoe brengen we dan als groep dat in? Ook om te voorkomen dat je of maar 1 jongere hebt, of altijd 10 jongeren aan tafel hebt. En in die samenwerking, dat kost ook tijd. Dus ik denk wat José net zei vanuit gemeenteperspectief, onderschat ook niet, even heel realistisch gezien, de tijd die het kost om dit goed te organiseren. Zowel de voorbereiding, gelijkwaardigheid, reflectie. Maar realiseer je ook dat die tijd het ook waard is. Ja. Wil je nog aanvullen? Saskia, zag ik, ja. Ja, ik dacht, het is misschien ook wel goed om gewoon in alle eerlijkheid te delen dat we af en toe wat hebben lopen voeteren op dat enorm intensieve tijdrovende proces. Ja. Nou, dat is toch niet normaal. Hè? Waar moeten we die tijd vandaan halen? En dat was ook echt wel heel ingewikkeld om al die tijd te vinden. En dat je eigenlijk, ik denk dat je gewoon pas echt achteraf realiseert wat de echte meerwaarde is geweest. En dat we daar echt nu de vruchten van plukken. En als je nou voornemens bent met bepaalde partners in je regio om echt een duurzaam lang partnerschap aan te gaan. En dan is zo'n intensief proces dat echt wel waard. Maar dat loont zich misschien pas achteraf. Dus besef je, realiseer je ook wel dat tussentijds misschien niet iedereen echt vol enthousiasme denkt. Ik ga elke maand een blok van een halve middag in mijn agenda vrijmaken. Dus je vraagt ook wel echt wat. Maar daarmee denk ik dat je ook het fundament legt om gewoon jarenlang in verbinding en met elkaar te bouwen in je regio. En ondertussen zie ik inderdaad dat we nog 5 minuten hebben. Dus ik weet niet, Nelly, of jij hier nog op wat wilt toevoegen. Of dat je zegt van nou, als het gaat om het volgende uitgangspunt wil ik vooral nu naar doorstappen. Ik wil nog wel 1 opmerking maken. Heb je geen diversiteit nog in je doelgroepen, hè, die je graag wil betrekken? Begin wel. En realiseer je dat je misschien bepaalde doelgroepen mist, zeg maar, in de discussie. En realiseer je dan ook goed dat je dat niet allemaal dicht kunt timmeren. Maar de ervaring om dit samen te doen is gewoon heel kostbaar. En het is ook een groeiproces met elkaar. Dus ik moedig echt ook aan begin. Ook als er minder diversiteit aanwezig is. Mooi, die nog ook toe te voegen. En eigenlijk jouw woord van begin is wel een mooi bruggetje naar het volgende wat we jullie graag mee willen geven. Want dit zien wij ook echt als, hebben we ook gezien als een begin van een proces. En wat wij het belang van het ook duurzaam betrekken, dus niet stoppen. Daar willen we echt graag iets in meegeven. Maar dat is denk ik het meest interessante als, ik weet niet, Saskia of jou als eerste daarop wil reageren. En
dan Tessa en Nelly nog in de aanvulling? Ja, daar wil ik wel op reageren. Ik zit daar gewoon nu spontaan heel even over na te denken. En denk ik van, nou ja, een van de dingen die toch volgens mij heel belangrijk is, is ook wel die continuïteit in personen. En daarmee bedoel ik dat we best wel wat consultantsbureautjes langs hebben zien komen in dit proces. Die als projectleider of als in allerlei andere rollen delen van het traject hebben getrokken. Maar die zijn er nu allemaal niet meer. En eigenlijk staan we nog het meest sterk met de mensen die vanaf het begin af aan meededen. Dus dat vraagt ook wel wat over hoe denk je over met wie je dit proces aangaat. En weet je daar ook mensen binnen je geledingen op te vinden en te boeien en te binden die zich daar lang aan willen committeren. Zodat je ook gewoon het geheel kan blijven overzien. Dus dat zou dan een soort advies zijn van, besteed het niet uit, maar voel jezelf echt eigenaar ervan. En probeer daar ook gewoon goed en duurzaam in te investeren. En datzelfde geldt eigenlijk ook dus voor de kant van de zorgaanbieders. En het liefst ook aan de kant van het perspectief van jongeren en ouders. Als je daar mensen hebt die gewoon hier goed aan zijn verbonden en plezier in hebben, probeer het ook duurzaam aan je te verbinden. Ja, dat klopt inderdaad. En wat ik eigenlijk heel mooi vond, hè, dat het eigenlijk een eerste samenwerking is geweest. En van daaruit is er eigenlijk een hele mooie relatie ontstaan. En waaruit we nu ook bezig zijn bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de expertise-netwerken, waarin we een ervaringsacademie maken, waar ouders en jongeren echt een plek krijgen in de regio en ervaringsdeskundigheid beschikbaar komt. Dus ik zie eigenlijk hele mooie dingen gebeuren. En het is eigenlijk een soort groeiproces waar ik nog steeds blij mee ben. Ik startte daar als regioambassadeur en ik dacht van ja, hoe ga ik het aanvliegen? En eigenlijk ben ik daar ingestopt en daardoor ook de mensen leren kennen waarmee ik verder kan bouwen in de regio. En zeker op die bovenregionale vraagstukken is dat ook gewoon heel belangrijk dat er is. En er komt zoveel bij elkaar samen ook daar. Dus ik vind dat wel echt een hele mooie kans. Het is een begin en je gaat verder bouwen. Het is vooral ook relaties creëren met elkaar. En eigenlijk is dat het werkzame element. Hè, relaties, we kunnen elkaar vinden als het nodig is. Ik zie een vraag binnenkomen voor Saskia. Denk op het punt nog van net dat je zei van, nou, besef ook dat niet iedereen staat te springen om zoveel tijd ervoor vrij te maken. Wordt er gevraagd, maar wat is dan het belangrijkste punt wat het heeft opgeleverd voor jullie als aanbieder? Vanuit ons, het belangrijkste punt dat het heeft opgeleverd voor ons als aanbieders onderling is denk ik vertrouwen. Dus verbinding en vertrouwen onderling in elkaar, in de manier waarop je allemaal gecommitteerd je inzet voor het doel en de expertise die je in huis hebt. En in de relatie met de gemeente en ook met de ervaringsdeskundige ouders en jongeren. Is dat eigenlijk hetzelfde? Is dat het vertrouwen en een van de punten waar we nu niet zo intensief op kunnen ingaan, maar is ook van zorg dat alles op tafel mag liggen. Het vertrouwen dat je langzaam hebt gebouwd van, oh ja, alles kan ook op tafel liggen. En als we ingewikkelde gesprekken hebben gehad en af en toe uit elkaar gingen in een klein comité even mee, dachten van, de verontwaardiging komt dan helemaal los. Maar dat je uiteindelijk er toch uit bent gekomen. We hebben echt wel wat momenten gehad dat we dachten van, nou weet je, die visie. Ja, ze snappen er helemaal niks van daar aan de andere kant van de tafel. We hebben echt wel een heel, heel andere visie. Wij weten het echt wel wat beter dan onze andere collega's van andere zorgaanbieder. En nu voel ik dat eigenlijk ook bijna niet meer. Maar nu zijn we wel 2,5 jaar verder, hè. Maar ik kan oprecht zeggen dat ik me eigenlijk tot iedereen verhoud als een collega. Precies. En dat vind ik dan de mooiste opbrengst. Dank je. Oh, José staat ook. Jij zit let goed op de planning, Amber. Dus we moeten inderdaad al bijna afronden. Misschien wel leuk om nog gewoon een laatste rondje van wat we nog niet aan bod hebben gehad. Wat nog we echt wel willen meegeven. Ik weet niet, Tessa, of jij nog een paar dingen hartekreten kwijt wil. Over dit onderwerp 100. Het is ook een tijdje geleden dat ik erover mocht vertellen. Dus dan liggen ze ook allemaal mooi klaar. Maar ik zal het kort houden. Ik denk wat Saskia net ook al zei. En dat is ook de ervaring vanuit de aanbesteding in Utrecht stad. Het kost echt veel tijd. Als ik zie hoe we het verschil hebben gemaakt van. Vaker worden jongeren opgetrommeld. Dat is ook een beetje een running gag nu in die groep met jongeren. Het even een pizza sessie. Wij regelen de pizza's en jullie denken een avondje mee.
En er zitten zoveel noties van geen gelijkwaardigheid achter. En wat we hier hebben gedaan is onderdeel gemaakt van het hele proces. Tot op het punt dat mijn rol eigenlijk helemaal niet meer nodig was. Omdat ze, wat Saskia ook zegt, gewoon gelijkwaardige collega's waren die aan tafel zaten. En dat het heel vanzelfsprekend is dat ze net zoiets waardevols inbrengen als dat José dat bijvoorbeeld inbrengt. En dat is die investering meer dan waard. En volgens mij, nou, daar kunnen Saskia en José nog wel misschien iets over zeggen. Dan weten zij inmiddels beter dan ik. Maar de rol die Anne en Jantine nu ook hebben, hierbij is daar ook wel tekenend voor. Dus ik kan niet zo goed inschatten hoeveel gemeentes hier zitten. Maar maak hier mensen voor vrij dat je dit op kunt zetten. Want het is echt ontzettend waardevol. Nelly, van jouw kant nog een slot... inzicht, pleidooi. Ja, wat ik heel mooi vond, doordat we daar met die verschillende perspectieven zaten en het niet een twee partijen overleg is tussen de aanbieder en de gemeente, merkte ik dat het veel minder tegenover elkaar kwam te staan. En dat we echt veel meer verder kwamen eigenlijk op inhoud. En ik vond dat eigenlijk echt een hele mooie ervaring, zeg maar, om mee te maken. En ik denk dat je daardoor inderdaad dat partnerschap samen creëert, hè, om dit ook samen te dragen. En dat is eigenlijk ook wat ik heel erg gun voor de regiovisies, om dit ook op zo'n manier in te vullen, omdat ik merk dat je daarmee echt verder komt. Als je elkaar kunt vinden, als je het samen voor gaat, dan kun je fouten maken, hè, maar dan kun je er ook samen over praten en het oplossen. En ouders en jongeren moeten hierin echt een positie hebben, omdat ik anders merk dat er heel veel kennis ontbreekt die eigenlijk heel waardevol kan zijn. Dank. Saskia, er nog een laatste iets? Nou, heel kort. Ik zou wel echt willen... iedereen willen adviseren om heel transparant te zijn. En gewoon het hart op de tong, zeg maar. Gewoon uit te spreken wat je voelt, wat het met je doet. Wat voor indruk je ergens van krijgt. Hè? Gewoon te gaan verifiëren van... klopt dat nou wat ik denk? Of hoe zit het eigenlijk met de kosten van iets? Hè? Neem de ander mee, leg het uit. Ik denk dat belangrijk is om ook echt om echt in verbinding en in partnerschap te komen. Dat je ook gewoon op kaart speelt met wat je voelt en wat je vindt en wat je hebt en hoe je erin zit. Nou, lijkt mij een heel mooie afsluiting van wat wij aan jullie wilden meegeven. Ja, ik zie nog... Eén vraag, en ook voor goed om te weten voor de rest, als er toch nog vragen oppoppen, dat kan zo ook nog, hoor. Maar ik zie nog één vraag van Daisy, dus die doen we nog even snel voordat we doorgaan naar het volgende onderdeel. Hallo, ja, ik heb een vraagje. Jullie hadden het net over moeilijke onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Bij mij komt het dan meteen op, hebben jullie het ook met z'n allen gezellig over klachtrecht gehad? Want ik las laatst een regiovisie van de provincie Gelderland. Daar kwam het hele woord klacht en kwaliteit niet in voor. En dat vond ik heel chockerend. Dus ik vroeg me af, hoe is het dat dan in de regio Utrecht? Wie kan daar, José? Of... We hebben het denk ik over alle aspecten waar je over je het moet hebben over zo'n opdracht hebben aan bod gehad. En hebben uiteindelijk ook gewoon in een overeenkomst vastgelegd. In die zin ook, dus alles denk ik wat Saskia net zei, alles wat daarin ingewikkeld eventueel was, dat was dit niet, maar hebben we gewoon kunnen bespreken. Ik denk dat even gewoon voor nu antwoord op de vraag is. Maar betekent dat dan dat het niet is opgenomen in de regiovisie? Daisy, ik ga je even afronden, want we moeten door. Dus als je straks daar nog vragen over hebt, dan kan dat in de breakout room. Want anders komen we... Sorry, ik ben van de tijd. Maar Aldo, ik geef weer even het woord aan jou. Aldo, ik hoor je nog niet. Ik zie je ook nog niet. Nu wel? Ja, nu wel. Ja, okay. Ja. Nou, de demonstratie deed het niet. Om te beginnen, het voorbeeld. Dank jullie wel van Jep en het hele traject Jep. Voor jullie toch wel eigenlijk bevlogen verhaal. Het is leuk om naar jullie te kijken en te luisteren. En te zien dat het jullie ook echt iets gedaan heeft, lijkt het. Dus ik
Ik word er al enthousiast van terwijl ik er niet bij betrokken ben geweest. En jammer dat het achter de rug is bijna. Voor Daisy nog, dit was een voorbeeld van hoe ze verschillende partijen betrokken hebben bij een aanbesteding. Dus het is niet een traject om te komen tot de regiovisie. Dus dat is ook wel iets anders. Zeg maar, dus niet alle onderwerpen hoeven daar ook in terug te komen. We gaan nu snel verder wel naar het volgende onderwerp. En wat Anne heeft aangegeven in die breakout rooms, is het ook nog een mogelijkheid om met deze mensen vanuit Utrecht nog nader even over door te praten. En het volgende onderwerp, dat zijn dus de regioambassadeurs vanuit verschillende perspectieven die nog op wat algemener, wat aandachtspunten kunnen meegeven van hoe betrek je nou dat perspectief bij het tot stand komen van de regiovisie. En we beginnen met de professionals en dat zijn Karien en Jan-Pieter. Nee, we beginnen met jongeren en ouders. We beginnen bij jongeren en ouders, zie ik. En dat zijn niet Karien en Jan-Pieter, maar dat zijn Bas en Nelly. Dan zijn jullie het woord. Ja, ik ga het overnemen. Je mag gelijk doorklikken naar de volgende sheet. Ik heb me net al voorgesteld, want ik was inderdaad bij JEP betrokken. Maar ik ben ook daar regioambassadeur, dus ik mag ook een wat groter plaatje even neerzetten. Nou, eigenlijk zien we een aantal belangrijke elementen. Bij JEP zagen we heel erg de participatie, zijn we gewoon gaan doen met elkaar. En dat is denk ik eigenlijk een hele mooie manier. Soms denken we van, nou, er moeten allerlei plannen op papier komen. Maar soms is het ook gaan doen met de mensen die er zijn en het vormgeven. Nou, we zagen dat het belangrijk is hè, dat ouders en jongeren die meepraten ook een achterban hebben. Hè, zodat ze niet alleen zeg maar, met hun eigen ervaring input leveren voor beleid, et cetera. Want dan krijgen we toch wel een wat smalle basis. Hè, dat de diversiteit geborgd wordt. Hè, en nou, het is fijn om te kijken van hè, wat voor vormen kies je daarbij. Dat is ook echt wel zoeken met de ouders en de jongeren zelf. Hoe ze dat de beste vorm kunnen geven. Ik merkte wel dat de duidelijke vaste personen zeg maar, aan de brede tafel met de diverse perspectieven, dat echt ook wel belangrijk is zeg maar, om dat vaste personen te laten zijn die echt ook wel dat overstijgende denken kunnen hebben en de verbinding kunnen maken met de andere perspectieven. Nou, diversiteit is echt wel een belangrijk punt om ook met de diverse wensen die er zijn, is denk ik voor de NVO nog extra belangrijk. We gingen hier bij JEP natuurlijk over een behoorlijke specifieke doelgroep in. Als ik kijk binnen de norm van opdrachtgeverschap en de regiovisie is dat veel diverser. En dan is het ook goed om te kijken hoe je die diversiteit van problematieken goed borgt, zeg maar, met elkaar. Zodat ouders en jongeren inderdaad ook een breed gedragen en een divers verhaal kunnen neerzetten. Daar bedenk bijvoorbeeld onder andere aan, we hebben binnen de jeugdhulp een groep zitten met een langdurige problematiek. Het is wel eens goed om daar anders naar te kijken dan het op- en afschalen. Ik merk dat daar echt een struikelblok zit, hè, dus gewoon om even ook een voorbeeld daarbij te benoemen. Wat belangrijk is om ook wel een goede duiding te hebben van ervaringen. Dat vraagt vaak ook wel wat inhoudelijke kennis zeg maar, van problematieken, maar ook wel van het stelsel. Hè, welk onderwerp moet waar besproken worden? En zo'n regiovisie is dat denk ik ook voor het perspectief van ouders en jongeren wel kijken van ja, welke thema's zijn daarin belangrijk. Dus vanuit de kant van de gemeente die dat verder begeleiden en oppakken, is het ook goed om daarover een goede voorbereiding met elkaar te hebben. Maar ook dat er inhoudelijke thema's door de ouders en jongeren zelf aangedragen kunnen worden waar zij het graag over willen hebben, zodat je echt ook dat gedragen verhaal met elkaar krijgt. Nou, de regiovisie hangt met heel veel samen. Hè, dus het is ook wel goed om te kijken dat dat niet alleen met lokale ouders gebeurt, maar ook wel in de regio hè, met verschillende gemeenten. Want verschillende gemeenten kunnen ook wel het anders georganiseerd hebben. En dat vraagt inderdaad wat van je regionale netwerken voor de jongeren en ouders. En ik wil daarin toch weer teruggaan naar Utrecht en Flevoland. En dat is het volgende plaatje, de volgende sheet. Toen ik begon als regioambassadeur, toen waren er een hele hoop gemeenten, kennisinstituten, kenniswerkplaatsen, die begonnen net op te starten. En zorgaanbieders en onderwijs, heel veel partners zeg maar. En eigenlijk merkte ik dat er nog eigenlijk heel weinig gebeurt op het gebied van participatie. Daarin ben ik begonnen zeg maar, om het eigenlijk heel praktisch te maken met verschillende trajecten. Die zie je in de ring zeg maar, die binnenin zit. En dat zijn eigenlijk allemaal trajecten waarin we samen met gemeenten, ouders, jongeren verschillende vormen van participatie opzetten.
En om dit nu straks ook te verduurzamen, nadat het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd het programma beëindigt, ben ik begonnen om een netwerk op te zetten, zeg maar, met ook een basis en stichting eronder, waar ouders en jongeren echt ook een vast gezicht in de regio krijgen. En ik denk dat dat belangrijk is om het verder te verduurzamen. En dat helpt ook, zeg maar, om een goede steunstructuur op te bouwen voor ouders en jongeren. De kennis te ontwikkelen die daarvoor ook nodig is. En ook gesprekspartner te zijn voor gemeenten. Nou, dit gaat nu ook benut worden, zeg maar, voor de norm van opdrachtgeverschap. Gemeenten of regio's kunnen een beroep erop doen. En dan kunnen we helpen ook vanuit dat nieuwe netwerk, wat komende maand echt ook zo'n stichting gaat starten. Om daar echt duurzame vormen van participatie op te zetten. En daarin hebben we echt ook een netwerk van ouders en jongeren die we verder gaan ontwikkelen hierin. Dus dat is even het Utrechtse. Dus we willen het echt ook borgen, zodat het niet even een korte participatie is. Hè, maar dat we inderdaad langdurige relaties kunnen bouwen. En dan gaat mijn collega Bas het overnemen voor de volgende sheet. Nee, ik heb nog één korte vraag voordat we het woord geven aan Bas. Hier kun je weer een hele extra zoom in overgeven volgens mij. Maar wat verstaan we onder ervaringsdeskundigheid? Dan ga ik een aparte zoom in overgeven. Maar misschien is het wel leuk. Straks in de breakout room wil ik daar wel wat over zeggen. Want ik heb er wel een leuk plaatje bij. En het is goed om dat inderdaad wat verder te duiden. Oké, nou Freke, de vraag was van jou. Dus je bent welkom in de breakout room van Nelly straks. Top, super. Nou, dankjewel Nelly. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is dus Bas Rodijk. Ik ben regioambassadeur voor het Jongeren en ouderen perspectief in Overijssel. En in Overijssel hebben we IJsseland en Twente als twee transitieregio's. En jullie zien in het rode plaatje IJsseland staan. En ik wil jullie eigenlijk heel even kort meenemen in het proces van, ja, wat is daar nou precies gebeurd in IJsseland? En hoe zijn daar nou jongeren betrokken bij die regiovisie? En dan mag die wel naar het eerste punt als je klikt. Oh, ze komen meteen allemaal, dat is nog mooier. Dat is eigenlijk een aantal stappen die ik heb doorlopen. En dat is de eerste stap die ik daarin eigenlijk met die regio IJsland heb besproken. Is van het kennis van het proces. Dus van wat is participatie eigenlijk? En we zien dat, tenminste ik heb toch wel gemerkt dat heel veel beleidsmedewerkers. Dat je dat stukje nog even met ze moet meenemen. Van wat is nou precies participatie? Wat houdt het in? En hoe kun je daar vorm aan geven? Nou, en eigenlijk vanuit dat stukje dat je weet wat het is, kom je eigenlijk bij het stukje bewustwording terecht. Meteen een tweede punt. Wat doe je eigenlijk en waarom doe je dat eigenlijk? Ik heb het al eerder gehoord hier in deze meeting. Pizza meetings die bijeen worden, die worden georganiseerd. We geven de jongeren pizza en daarvoor krijgen we een mening. Nou ja, is dat dan de manier waarop je participatie in moet richten? Ik denk van niet. Dus dat stukje heb ik heel erg met hun besproken. En daarin zeiden ze ook van, nou ja, weet je, dan gaan we het op een duurzame manier doen. Maar hoe moet dat dan? Help ons. Ja, daarin heb ik ze ondersteund. Dat is ook dan mijn rol, hè, als regioambassadeur. We hebben eerst dus ook gekeken naar het netwerk. Wie participeert dan? Hè, en hoe zorgen we dan voor dat ook al die perspectieven kunnen participeren? We zien een plaatje van IJsland. We hebben wel gekeken om vanuit verschillende hoeken vanuit IJsland mensen te proberen te laten participeren. Dan moet ik heel eerlijk toegeven dat het vanuit het jongerenperspectief met de krappe en korte deadlines die we hadden in IJsland niet helemaal volwaardig is gelukt. Alle jongeren hebben wel hun oorsprong in IJsseland. Dus ze konden wel iets vertellen over hun ervaringen daarin. Vervolgens vond ik het dan heel belangrijk dat de regie van dat hele proces wel bij die transitieregio ligt. En niet bij mij als uitvoerder of bij de jongeren. Om daar ook een stukje bewust bekwaamheid te creëren. Zodat ze ook weten waarvoor ze het doen. En dat ze ook weten van oké, maar als ik deze stappen neem, dan heeft dat dus dit en dit als gevolg voor het verdere proces. Participatie is niet een eenmalig iets, maar het is een duurzaam iets. Daarbij heb ik ze op gewezen op van als je dat gaat doen, dan moet je dat faciliteren in letterlijk euro's. Dus daar moet iets tegenover staan, want een keertje kennis van ons is niet zomaar gratis. Het ligt niet gratis voor het oprapen, maar dat moet je waarderen, vind ik. En dan moet je rekening houden met de tijd. Dat betekent dus dat ik de regio heb gezegd, maar als je met jongens wilt praten, dan kan dat, maar dan doen we dat 's avonds. En anders dan doen we dat niet, heel simpel gezegd. Dus ik heb ze daar gewoon enige vorm van gedwongen. Zeg van, ik wil er prima bij helpen, maar dan doe ik het 's avonds. En dat heeft dus ook geresulteerd dat we 3 avonden lang met verschillende jongeren 's avonds tussen 7 en 9 hebben gesproken. Leuke gesprekken waren dat. En dat waren in eerste instantie interviews. Die interviews die zijn uitgewerkt in de vorm van persona's. En die persona's, dat vormt eigenlijk, die vormen straks het vertrekpunt van die regiovisie.
Wat dus inhoudt dat we echt bij de leefwereld van de jongeren, dat we daar vertrekken en dat we dat de regio dat dus ook als vertrekpunt ziet van die hele regiovisie, dat er daar dus op wordt gebouwd. En daarnaast hebben we nog met hun als laatste punt een stukje duurzaamheid. We doen niet aan plofparticipatie. Ik heb met hun vooraf afgesproken van, oké, als je hier aan begint, dan betekent het dat je als je eenmaal jongeren betrekt, dat je ze straks in je gehele proces moet betrekken. En dat je daarover na moet denken hoe je dat doet. Nou, dat hebben ze dus ook goed gedaan. En om ons in ieder geval in die zin, we krijgen twee tot vier keer per jaar de mogelijkheid om inspraak te krijgen op de uitvoering, de evaluatie van die regiovisie straks. En daarnaast gaan we dus nog een andere jongerentak, van jongeren en oudere tak oprichten, die een vaste plek en een gelijkwaardige plek aan tafel krijgt, om de uitvoering van deze regiovisie straks samen te kunnen gaan uitvoeren en evalueren, zeg maar. Dat is een beetje het proces zoals dat in IJsland is gebeurd. Dankjewel Bas, dat is mooi. Twee voorbeelden vanuit een ouder- en jongerenperspectief. Ouders- en jongerenperspectief. Dan gaan we nu over naar Maurits om het aanbiederperspectief onder aandacht te brengen. Nog even je microfoon, Maurits. Even een microfoon aan. Dankjewel Aldo. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Maurits Struik. Ik ben regioambassadeur bij het OZJ vanuit het perspectief van aanbieders. Ja, ik vond het heel leuk om naar het verhaal van Jep te luisteren zojuist. En ik denk dat een aantal elementen die vanuit aanbiedersperspectief belangrijk zijn, ook in het verhaal herkenbaar naar voren al zijn gekomen. En dat gaat als eerste eigenlijk dat het gaat om het bouwen van vertrouwen. Als je die regiovisie samen met aanbieders wil neerzetten, is het belangrijk dat aanbieders en gemeentes uitspreken en beleven dat het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. En dat dat vraagt om het bouwen aan partnerschap. Wat je nu in de praktijk nog wel eens ziet, is dat er in het kader van bestuurlijk aanbesteden onderling contact is. Een periodiek overlegtafel over de voortgang van contracten bijvoorbeeld. Maar het kan ook heel erg helpend zijn om, anders dan bijvoorbeeld in accountgesprekken, met aanbieders om de tafel te gaan en dan een transformatiethema te agenderen of een beleidsthema te agenderen of in het kader van facturatie met elkaar het gesprek te voeren over de gedeelde verantwoordelijkheid en hoe die gezien wordt. Sleutel is echt dat je dat gesprek niet eenmalig voert of niet alleen voert in het kader van aanbesteding, maar dat er een duurzame cyclus is waarin dat er onderling contact is. Voor aanbieders is het ook belangrijk dat gemeentes aangeven wat de leidende principes zijn die in de regiovisie terugkomen. En dat professionals de ruimte voelen om tijd ook echt te kunnen besteden aan de gezinnen. Zodat er ook de sturing plaatsvindt vanuit de gemeente. En dat professionals zelf ook ruimte voelen om hun werk in de praktijk te kunnen doen. Het kan ook heel erg behulpzaam zijn om het contractmanagement goed in te richten. En gericht een gesprek te voeren ook over hoe kunnen we nou voorkomen dat er hoge administratieve lasten ontstaan. En wat voor aanbieders als laatste ook heel erg helpend is, is dat als er gewerkt wordt met een vierkant financiering met reële budgetten. Dat geeft de ruimte om met elkaar ook de inhoud centraal te laten staan. Dan kan het gesprek ook gevoerd worden over welke investering is er nou eigenlijk nodig om de leidende principes, de visie die eigenlijk het punt op de horizon wat eigenlijk bereikt wil worden, om dat met elkaar ook te bereiken. En hoe past dan innovatie daarin en welke budgetten zijn er die gekoppeld kunnen worden aan innovatie? Ik zag ook even een vraag. Ik zal even kijken of ik die gelijk kan beantwoorden. Is dat... Ja, die was volgens mij nog richting Nelly. Er is nog een vraag richting Nelly. Oké, dan laat ik die straks even in de breakout room van. Ja. Dankjewel. Okay. Dankjewel, Maurits, voor jouw verhaal. Nou, je hebt al gedeeltelijk de professionals die kwamen ook al naar voren. En ja, dit wordt niet altijd als een aparte groep gezien, als een apart perspectief, de professionals. Daar gaan we ons straks ook zelf schuldig aan maken door in de breakout rooms jullie ook bij elkaar te gooien. Maar voor nu in ieder geval wel even een apart, het is een apart perspectief natuurlijk, gewoon die professionals. Al wordt het vaak inderdaad bij de aanbieders geschaard. Dus gaan we nu over naar hun perspectief en dat doen we met Karien en Jan-Pieter. Nu wel. Ja, nou ja, mijn naam is Karine Jackson. Ik ben ambassadeur jeugd en daarnaast ben ik zorgadviseur bij Pactum.
Yes, en ik ben Jan-Pieter Meijer. En ik voel me inderdaad bijzonder gepasseerd vanuit het perspectief van de professional. Nee, we zijn het soms het afvoerputje, zou je bijna denken. Hè? Nu ook als laatste aan de beurt. We gaan hier niet zielig doen, maar we vinden het wel heel belangrijk om dit thema wel even te benoemen. Ik vond het wel opvallend trouwens dat het met Jeb ook niet zo genoemd werd, zeg maar. Hè? Dat ging heel erg over het perspectief van ouders en jongeren. En die zijn even belangrijk wat ons betreft. Maar goed, we willen nu even specifiek stilstaan bij het perspectief van de professional. Ik mag wel even door naar het volgende plaatje. Mag even rustig bekijken. Nou, hij is misschien een beetje plat, maar ik hoop dat hij in ieder geval de toon zet van over waar hebben we het hier echt met elkaar over. Is een regiovisie iets van, het is heel erg belangrijk om toegankelijkere zorg te creëren, of is het domweg belangrijk om de kosten te kunnen beheersen? Je kan er van alles over invullen. Hebben we het over hetzelfde? Nog even naar de volgende. Ik vond een mooi voorbeeld hiervan, bijvoorbeeld dit plaatje. Kom in de coronatijd kwamen dit soort foto's vaak voorbij van, het is een vol park, als je vanuit dit perspectief bekijkt. Maar de volgende laat een heel ander perspectief zien. Namelijk, Amber, dat het best meevalt. Nou, ik ben zelf ook fotograaf, dus ik weet dat je daar heel prima mee kan spelen. Maar dit is wel wat vaak gebeurt. Als je eigenlijk vanuit één perspectief ernaar kijkt, dit plaatje is daar wel weer een mooi tegenhanger van. Het geeft eigenlijk hetzelfde weer, hè? Dat een ingezoomde foto kan een ander beeld geven, een ander perspectief geven. Alleen nu zie je ze naast elkaar en nu begrijp je eigenlijk beide foto's gewoon in één keer goed. Je begrijpt dat, je spreekt in ieder geval hetzelfde ongeveer. En dat is eigenlijk onze boodschap nu ook. We willen er een paar voorbeelden ook over geven, maar ga naast elkaar staan. Nou, ik wil even twee dingen over uitlichten. Als het gaat over de professional. En dat is dat er ook niet alleen met de professional gesproken moet worden. En dat er alleen dat er ook niet alleen geluisterd wordt naar het perspectief van de professional. Wat betekent dat ook? Maar er moet ook gewoon heel veel begrip zijn of kennis zijn van wat is die context van die professional eigenlijk? En zeker in het jeugddomein hangt dat samen met beroepscode. Wat is de professionele autonomie? Maar wat voor competenties worden er ook gevraagd? Ik weet niet in hoeverre dat in zo'n visie heel erg naar voren komt. Maar het is ontzettend belangrijk dat helder is, want daar zien we heel veel diversiteit in. Maandag hebben Karine en ik nog met de inspectie gesproken over de sociale teams bijvoorbeeld, de lokale teams. Ja, daar gigantische diversiteit is in wat wij merken in Gelderland bijvoorbeeld. Ik werk met 54 gemeenten en Karine met de helft ervan zeker ook. Dus wat betekent dat? Dus wat betekent die context van die professional? Wat betekent bijvoorbeeld de term generalistisch werken? En de volgende is dus niet alleen de context van de professional, maar ook wat betekent die uitvoering? En dan vind ik het altijd heel interessant om te praten over, of te schrijven, ik blog veel, over termen als veiligheid. Wat betekent dat? Hoe zet je dat in zo'n visie neer? Maar dus, hoe bekijkt de professional dat? We zien heel vaak het verschil tussen het zeker voor het onzekere nemen of het onzekere voor het zekere nemen als het gaat om veiligheid. Nou, dat is een wereld van verschil. Hoe ga je dat beschrijven? Wat vind je belangrijk? Wat versta je onder regie? Of onder verantwoordelijkheid? Vraag en aanbod gericht. Ik denk niet dat die termen zo snel terug zullen komen. Maar het is wel de praktijk die wij vaak meemaken. Hoe bijvoorbeeld een lokale professional een vraag wil gaan oplossen. Of ernaar wil gaan kijken. Doet hij dat vanuit het aanbod? Wat hem aangegeven wordt. Van het is belangrijk dat jullie vanuit het aanbod putten. Of ga je echt op de inhoud kijken van wat is er nodig voor een gezin, voor een jongere, voor ouders of nog wel even verder. Probeer een beetje binnen de tijd te blijven. Kortom, visie op de uitvoering. Hè, en wat is de visie van de uitvoering of de professional? Dit plaatje, het suggereert niet dat de een hersenloos is en de ander harteloos. Dus dat wil ik even vooraf gezegd hebben. Maar het is wel vaak iets, een groot contrast. Dus hoe spreken we de dingen af? Vanuit bepaalde overleggen of vanuit bepaalde contracten die gemaakt zijn of visies. Daar kan een hele rationele gedachte achter zitten. En de professional, die zit vaak in de praktijk met een gezin. En daar speelt een hele andere dynamiek. Daar gaat je hart ook spreken. Dat kan een heel groot dilemma zijn. Als je elkaars taal niet goed snapt of als je elkaar niet goed begrijpt. En het volgende plaatje illustreert eigenlijk ook wat we dus niet willen. Namelijk
dat het ene beter is dan het ander. Maar dit kan je wel krijgen als je tegenover elkaar komt te staan. Dus in zo'n proces van zo'n visieontwikkeling of eigenlijk alle samenwerkingsvormen dan ook, gaan naast elkaar staan, zodat je elkaar begrijpt, zodat er niet per se iets gaat winnen. We moeten een beetje uit die terminologie, maar dat je elkaar gaat begrijpen. Nou, en wij geloven dat het perspectief van de professional daar heel erg in onderbelicht is. En dat dat heel erg heel goed zou zijn. Ik vind die voorbeeld ook van Nelly, ook het benoemen van het is een proces, een relatie aangaan. Nou, dat klinkt als muziek in mijn oren. Ik draag daar graag aan bij. En nou, Karine heeft misschien wat, wat meer voorbeelden ook vanuit haar rol. Misschien ook al goede voorbeelden over de samenwerking en de rol van de professional. En als laatste eigenlijk het gevolg van wat er gebeurt op het moment dat je iets bedenkt wat een ander moet uitvoeren. En die eindgebruikers, zeg maar wij als professionals, die ermee moeten werken, met die afspraken moeten werken, wij gaan toch wel dat pad bepalen, zeg maar. Dus dit kan je krijgen als je dat niet samen bedacht hebt. Nou, even ter illustratie. Karine. Nou, een mooie afsluiting, denk ik. Het olifantenpaadje. Want laten we wel zijn, de daadwerkelijke hulpverlening vindt plaats in die relatie tussen de cliënt en de professional. En eigenlijk zou al het ondersteunende moeten zijn aan dat proces. En dat zouden we dan iets vaker moeten toetsen of zo'n besluit of denkrichting echt ondersteunend ook is aan dat proces. Nou ja, dat kun je heel goed met die professional doen, anders dan met die aanbieder. Die professional kan heel goed vertellen wat ondersteunend is. En moet dat op elk onderwerp? Ja, nee, natuurlijk niet. En voor de hand ligt natuurlijk de administratieve lasten, de verantwoording. Ja, minder voor de hand is misschien de inkoop. Weet je, werk je met hoofd- en onderaannemerschap? Mag je stapelen? Weet je, mag je jeugdhulp naast GGZ zetten? Helpt deze inkoop ook de lokale toegang? Hè? Dat is ook een professional natuurlijk, om te komen tot passende hulp. Nou, regionale samenwerking, ook zo'n leuk onderwerp. Kleurlokaal is heel belangrijk. Maar hoe doe je dat met elkaar als bijvoorbeeld een puber in plaats A woont en ongelooflijk veel overlast geeft in plaats B, waar die toevallig op school zit? Of hoe doe je dat in de expertise teams als jeugdhulp niet de oplossing biedt, maar werk en inkomen meer de passende hulp biedt? Professionals zien eigenlijk de knelpunten al van heinde en verre aankomen. De wachtlijst, de hiaten in het zorglandschap. Noem maar op. Je kunt er gewoon veel beter op participeren of anticiperen. Maar volgens mij, ik zit even naar de tijd te kijken. Volgens mij zit onze tijd er hartstikke op. Dus een heel lang verhaal kort te maken. Vraag die professional aan tafel. Ga in gesprek. En toetsen ook van wat in theorie bedacht is. Is dat ook uitvoerbaar? En heeft dat het beoogde effect ook in de praktijk? Ga met al die perspectieven, met jongeren, met gemeenten, met regio's, ouders, professionals aan tafel en kom samen tot een breed gedragen plan en de borging daarvan. Dankjewel Karine en Jan-Pieter. Karine, heb jij misschien een voorbeeld van een regio waarin professionals wel structureel betrokken worden bij dingen als een regiovisie? Nee, okay. Ik heb echt zitten graven en de aanbieders zitten natuurlijk wel aan tafel en er wordt eigenlijk wel vanuit gegaan dat die aanbieders de professional voldoende vertegenwoordigen. Ja. En in de praktijk denk ik van, ik weet niet of dat helemaal zo gebeurt. Het is toch lastige praten als ze niet daadwerkelijk aan tafel zitten. Omdat aan tafel toch de andere dingen komen. Vanuit Utrecht Stad van onze aanbesteding hebben wij gewoon hele sessies gedaan, ook één avond met 70 professionals. Okay. Om ook echt te vragen van wat hebben jullie nodig? Wat is voor jullie belangrijk om jullie werk goed te kunnen doen? Daar kwam inderdaad die administratieve belasting heel erg naar voren. Dus wij hebben dat echt meegenomen in het eenvoudig organiseren. De vierkantsbekostiging die Maurits noemde, die hadden we al langer. Maar bewust weer om zo te voorkomen dat er tijd geschreven moet worden. Dus de ruimte ook te bieden aan de professional om eigen afwegingen daarin te maken. Dus ik wil toch wel aangeven, er zijn echt... Ja, super! Ik hoor daar graag op een ander moment meer van. Echt helemaal top. Ja. Ik had nog wel één groot voorbeeld, en dat is misschien niet zozeer heel regionaal, maar de gemeente Voorst heeft 2-3 jaar geleden, of misschien wel weer 4 jaar geleden, een heel mooi project, Voorst onder de loep, waarin ze echt heel diep allerlei lagen hebben geïnterviewd. Op heel veel niveaus. Voorst onder de loep. Echt de moeite waard om eens een keer dat document daar eens over te gaan googlen.